godzijdank geen gewonden. Dat is een wonder. Als je bedenkt wat voor een impact en extreem gevaar, extreem risico mensen nemen met zo'n actie. We hebben delen van het explosief, en het gaat mogelijk om een handgranaat, hebben we echt in de wijde omgeving van die personenauto gevonden. Waaronder ook in een babykamer, waar op dat moment ook een kindje lag te slapen. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als zo'n stuk scherf van een mogelijke handgranaat bijvoorbeeld bij iemand tegen zijn hoofd aankomt. Waarschijnlijk kan hij het verhaal dan niet navertellen.